U luistert naar de DCDW-podcast, gepresenteerd door Paul de Vries. Elke week praat Paul met interessante gasten over actuele online automotive onderwerpen. De DCDW-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Marktplaats, Marble, Autodata Nederland, you name it, en Bovemij. Hallo, Paul de Vries in de DCDW-podcast met vandaag te gast Jeffrey Verhoek, founding partner van onze partner bij de DCDW, Ed Cols, een cold tracking bureau in Amsterdam. Jeffrey, hartelijk welkom in de DCDW-podcast. Kun je wat meer vertellen over Jeffrey, over Ed Cols en wie je bent en wat je doet? Yes. Ja, goedemorgen Paul. Jeffrey Verhoek, woon in Amsterdam. Heb een vriendin, zojuist 6 maanden geleden vader geworden van een zoon. Hebben wij naast Ed Cols ook een online marketingbureau. En van daaruit is ook Ed Cols ontstaan. Wij kregen ooit de vraag om cold tracking, waarom je niet telefonische conversies kon meten. Het was een bedrijf die veel telefoontjes kreeg en eigenlijk daardoor niet wist waar telefoontjes, waar de conversies vandaan kwamen. Ja. En van daaruit hebben wij dus gekeken, nou ja, is dat niet mogelijk? In Amerika hadden ze al, de beginsel daarvan was daar al. Ja. Toen dachten we, nou, wat daar kan, moet ook hier kunnen. Ja. Zijn we begonnen met de ontwikkeling van de software. In de afgelopen 5 jaar de doorontwikkeling gemaakt tot hetgeen wat het nu is. En ook heel veel klanten binnen de automotive, maar ook buiten de automotive, zetten nu de software in. Omdat ze gewoon een goed beeld willen hebben van oké, welke advertenties, welke kanalen leveren mij nou de leads op. Uh-huh. Dus oftewel, waar moet ik gewoon mijn geld in investeren om zoveel mogelijk rendement uit het marketingbudget te krijgen. Ja, want Ed Cols, hè, dat wordt langzamerhand steeds bekender binnen de automotive. Hè. Wij zijn partners om dat in de automotive te kunnen verkopen. Maar automotive is slechts één van de branches waar je aanwezig bent. Hè? Klopt, ja. Waar wordt het voornamelijk ingezet? Waar is de telefonische conversie het hoogst belangrijk? En ik kan me voorstellen, misschien een advocaat, misschien iets anders wat je on the spot nodig hebt. Ja, nee, eigenlijk alle branches waar veel in getelefoneerd wordt, daar is cold tracking voor interessant. Ja. Dat is gewoon een heel groot gedeelte van de data die je anders niet hebt. Een bijvoorbeeld bol.com, waar alles al online gebeurt, die zal cold tracking niet nodig hebben. Maar inderdaad automotive, verzekeringen dus oftewel wat ingewikkeldere producten. Ja. Business to business, waar dus ook gewoon toch vaak het gezicht, een stem bij een bedrijf belangrijk is. Daar wordt heel veel in gebeld. Maar je kan ook denken aan branches, bijvoorbeeld glasschade of überhaupt waar iets acuut hulp bij nodig is. Uh-huh. Dan ga je niet eerst een webformulier invullen, dan pak je de telefoon op. Ja. Eigenlijk zeggen we altijd, zodra een website grote telefoonnummer communiceert, dan wil dat bedrijf waarschijnlijk ook graag gebeld worden. Ja. En dat betekent ook dat je dan heel veel data mist als je geen cold tracking inzet. En hoe lang ben je daar al mee bezig? 5 jaar nu. Ja, want ik kan me voorstellen dat je een hele grote groei ziet in het gebruik van de telefoon. Omdat het mobiele verkeer, het smartphoneverkeer en dergelijke zo dermate toeneemt. Klopt. Ja. En dat de click-to-call zoveel makkelijker wordt in plaats van een webformulier in te vullen op je mobiele telefoon. Klopt, ja. Dat je daar ook een heel groot verschil in ziet ten opzichte van 5 jaar geleden. Daar zie je zeker een heel groot verschil. Het is meer een verschuiving. Dus oftewel, vroeger had je inderdaad, werd vooral de desktop, tablet was er toen ook nog niet eens, dat kwam later nog. Ja. Daar werd natuurlijk alles traffic naartoe geleid. Ook alleen daarin had je gewoon natuurlijk de branches waar gewoon heel veel in gebeld werd. Het enige is nu dat de traffic 50-50, volgens mij is het ongeveer tegenwoordig, dat 50% naar mobiel gaat en 50% gaat naar desktop. Ja. En dat betekent alleen dat het verschil anders wordt en dat je dus wel ziet dat de telefoon conversies op mobiel hoger liggen dan op desktop. Ja, en kun je ook al bepalen, hè, over de branches heen dat iemand die belt via de mobiele website van jouw klant
dieper in de sales funnel zitten dan iemand die via de desktop belt? Of is dat een fabeltje? Nee, dat is echt zo. Dat vraag ik ook heel vaak aan onze klanten. Van welke klanten heb je liever? Ja. En uiteraard zitten wij natuurlijk vaak met liever klanten. Liever kopen natuurlijk, maar goed. Juist, maar de telefooner, degene die de telefoon oppakt, is veel concreter. Ja. Die weet eigenlijk al heel goed wat hij wilt. Dat is geen shopper meer. Nee. Die wil gewoon heel concreet een antwoord. Die weet eigenlijk al dat hij het product wil hebben, maar die heeft nog net even de laatste antwoorden nodig of de laatste onzekerheden moeten weggenomen worden, zodat ze over kunnen gaan tot de verkoop. En dat is bij het webgedeelte, zeker bij business-to-business, is dat nog niet zo. Dat zijn vaak meer degenen die even een offerte willen aanvragen en daarmee nog niet vaak ook degenen die heel erg op prijs zitten en minder op de kwaliteit van de dienstverlening. Maar kun je nu een verschil zien dat iemand die belt vanaf het nummer op de desktop minder diep of dieper zit in die sales funnel dan iemand die belt vanaf de mobiele website naar dat, nummer? Nee, dat niet. Eigenlijk, het verschilt ook heel erg. Behalve als je met schade staat langs de snelweg. Klopt. De facto. Klopt. Okay. Of als je bijvoorbeeld inderdaad een slotenreparatiebedrijf hebt. Ja, je staat buiten. Dan ga je gewoon meteen de telefoon pakken. Dan ook ga je die gasten worden natuurlijk alleen maar gebeld. Natuurlijk. Die worden alleen maar gebeld. Ja. Ja. En die hebben ook echt hele hoge conversiepercentages. Daar is gewoon 1 op de 4, 1 op de 3 bezoekers. Die belt ook echt daadwerkelijk meteen. Ja. En dat is ook logisch. Ik heb het ook zelf een keer gehad. Was met Koninginnedag, stond ik buiten. Ik heb de bovenste 2 gewoon gelijk gebeld wie het snelste kon zijn. Want ja, ik sta buiten, ik wilde de stad in. Ja. Dan ga je niet even rustig wachten tot een offerte binnenkomt en de volgende dag. Je wou de stad in of kwam je de stad uit? Ik wou de stad in. Oh, je wou de Na stad een in. Avond okay. al gehad nee, hebben. Okay, nee, dan hebben we hem zuiver. Maar je zegt dus dat het dus bedrijven zijn die dus 1 op de 3 bezoekers, die belt gewoon. Ja, absoluut. Ja. Ja. En als je dat dus vertaalt naar de automotive, zeg maar, dan zal er ook een groot verschil in kunnen ontstaan. Dat iemand die belt, zeg maar, die een bezoeker die komt op de website van de dealer, die zoekt naar service, veel toegankelijker is om te bellen dan iemand die zoekt voor sales. Omdat after sales, dat heb je misschien nu nodig. Je wil nu een afspraak maken voor de APK, voor onderhoud. Mm-hmm. En iemand die kijkt voor nieuwe of gebruikte auto's misschien gewoon nog steeds aan het kijken is. En op dat moment nog niet even, tenminste in verhouding van, hè? Ja, in verhouding van zou kunnen. Maar wat je bijvoorbeeld wel natuurlijk weer ziet bij de automotive, bij de occasions, en dat heb ik zelf ook een keer ervaren, wil je toch meteen weten, staat die occasion er nog? En heb je ook hele concrete vragen over die occasion? Mm-hmm. En dan wil je toch het liefst gewoon gelijk bellen, omdat je direct antwoord wil hebben. Ja. Dus die zit ook al heel ver in die funnel. Nee, eens. Maar inderdaad bij nieuwe auto's, daar zullen inderdaad toch eerder nog wat vragen zijn. Maar ook daarin zie je dat ze vaak al heel goed weten welke auto's ze willen hebben, nieuw. Ik ben toevallig nu ook voor een nieuwe auto aan het kijken. Mm-hmm. En wat je dan toch doet, is bellen om een proefrit afspraak te maken. Ja, in plaats van mailen bedoel je? Ja. Ja. Nou vind ik het wel, als we daar nog even op verder gaan, hè, op dat after sales en dat en sales stuk. Ja. Nou doen wij bij heel veel bedrijven de cold tracking voornamelijk op het sales stuk en niet op het after sales en stuk, omdat mensen het wel geloven dat er wordt gebeld en dat mensen gewoon de Volkswagen gedealer zoeken in Amsterdam. Ja. Zwa. Ja. En dan ben ik toevallig, dus ik krijg die belletjes. Juist. Is het voor dat soort bedrijven ook waardevol om het vanaf de after sales te weten waar het nou vandaan komt? Of hoe vaak het wordt gedaan? Of is dat een fact of life? Zelf zou ik dat wel willen weten. Nou, eigenlijk wat we altijd adviseren, je kan cold tracking inzetten op de bronnen waar je het zelf vandaan wilt meten. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld, stel dat je AdWords bezoekers krijgt, organische bezoekers, en je krijgt van de verschillende portalen, Marktplaats en de andere portalen, krijg je bezoekers. Wij adviseren altijd, waar je geld in investeert, daarvan wil je weten wat het oplevert. Mm-hmm. Dus oftewel, welke zoekwoorden bij AdWords, welke tekstadvertenties zorgen nou mij dat ik de leads krijg. Yeah. Want daar wil je uiteindelijk voor zorgen dat je daar ook zoveel mogelijk exposure op hebt. Dus oftewel dat je op die zoekwoorden altijd vindbaar bent. Ja, dat je dat optimaliseert. Juist. Ja. En als dat dus verzorgt dat die zoekwoorden, die bronnen waar jij geld in investeert, zorgt uiteindelijk voor telefoontjes, mm-hmm. oftewel voor, dan is dat eigenlijk sales. Dat zorgt ervoor, want die kende het bedrijf niet. Nee. En dan zou ik het
interessant vinden om te weten. Of zou je eigenlijk moeten weten om je geld zo goed mogelijk in te zetten. Om zoveel mogelijk rendement uit je budget, het marketingbudget te halen. Wat dat oplevert. Ja. En dat kan dus ook. Bijvoorbeeld, ik heb mijn auto gekocht in Geldermalsen. Mm-hmm. Maar nu had ik A, schade. En B, wilde ik ook gewoon niet meer helemaal naar Geldermalsen. Nou, dan ga ik toch gewoon zoeken in de omgeving. Yeah. Waar ik dan het snelste geholpen kon worden. En dat hoeft dus niet per se Amsterdam te zijn. Want ik ben veel onderweg. Dat kan ook wat mij betreft ergens anders zijn. Waarom in hemelsnaam in Geldermalsen dan? Nou, dat is een hele goeie. Dat is eigenlijk gewoon, wij wisten al welke auto we wilden hebben. Ja. Dat was die 14% regeling. Er stonden er nog een paar in Nederland. Maar je bent er zo waaronder Geldermalsen. Waaronder Geldermalsen. Oké. Hey, nu werken wij al, denk al 4-5 jaar samen. Hè? Vanaf het begin denk ik al. Hè? Van AdCalls. Eerst bij nieuweautokopen.nl, waar we eerst de voorkant hebben gedaan. Hè? Namens de cold tracking. Dat we wisten welke zoekwoorden resulteerden in telefonische leads. En we wisten één ding. Iemand die belt bij nieuwe autokopen destijds ook. Degene die belt is in grotere mate geïnteresseerd in het kopen van een nieuwe auto. Dan degene die mailt. Ja. Hè, ook al was het volume nog net andersom. Hè? Er werd meer gemaild als gebeld. Ja. Daarna hebben we iets gemaakt waardoor we konden zien of de verkopers überhaupt hadden gebeld. Hoe vaak ze hebben gebeld en hoe lang ze hebben gebeld op de leads die wij gaven. Ja. En de derde ontwikkeling die we nu hebben met het DCDW en met AdCalls is dat wij AdCalls en voornamelijk de offsite nummers in licentie uitbrengen bij de dealers. Klopt, ja. Maar daar hebben we een stukje bij gebouwd. Hè? Gezamenlijk dat wij ook de gesprekken beoordelen. Klopt. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe uniek is dat eigenlijk? Gebeurt dat in andere branches nou ook? Of is daar de automotive dan wel weer specifiek in? Nee, daar standaard is echt de automotive daar uniek in. Ja. De samenwerking die we daarmee hebben, dat is wel uniek. We kunnen wel gesprekken beoordelen. Alleen dan gebeurt het vaak met koppelingen met CRM-systemen. Mm-hmm. Oftewel, dan kan je dat bijvoorbeeld later daaruit terughalen. Of degene die de klanten die call tracking inzetten, die beoordelen de gesprekken zelf. Ja. Alleen daarin A-sortie. Zie je vaak. Sorry? Assortie. Niet allemaal. Nee. Nee. Nou, dat is tenminste de bedoeling is allemaal, maar ze doen het gewoon niet allemaal. Nee. En dat is dus wel het unieke. Plus dat het ook objectief gebeurt, omdat jullie echt de gesprekken terugluisteren en daarmee ook echt een objectief beeld geven van de gesprekken. Mm-hmm. Dat maakt het wel weer uniek. Ja. En het grote voordeel wat wij daar weer in hebben vanuit call tracking oogpunt, is dat we niet alleen weten welke zoekwoorden, welke marketingkanalen leveren de telefoontjes op, maar welke leveren ook de goede telefoontjes op. Ja. En vervolgens kan het weer geoptimaliseerd worden. Dus de hele funnel wordt daarmee geoptimaliseerd. Ja. Je zorgt ervoor dat je beter traffic naar de website krijgt. En vervolgens zorg je ervoor dat ook de afhandeling van die leads veel beter gaat gebeuren. Dat de feedback er terugkomt, zodat het ook verbeterd kan worden. Ja. Nou hebben de meeste dealers die dat afnemen alleen maar de telefoonnummers staan op Track, op Scout, op Marktplaats en op een eigen website fixed. Maar je hebt ook nog zoiets als dynamische cold tracking. Hè? Klopt. Wat is dat specifiek? Wat houdt dat in en wat kun je ermee? Nou, dat is dus echt het gedeelte dat wij dynamische telefoonnummers uitgeven. Ja. Om een voorbeeld te geven, stel dat jij en ik allebei tegelijkertijd via Google AdWords naar de website gaan. Ja, van dealer X. Van een dealer X. Dus die dealer X zet vervolgens call tracking in. Dan krijg jij een ander telefoonnummer te zien dan ik. Ja. Het netnummer is exact hetzelfde. Dat moet ook, want dat is vanuit strategisch oogpunt belangrijk. Mm-hmm. Maar eigenlijk het vervolgnummer, het zijn ook nieuwe klanten. Want je zet het in voor marketingkanalen waar je geld in investeert. Dus om nieuwe klanten naar een website te genereren. Dus je kent het telefoonnummer nog niet. Dat zou de bedoeling moeten zijn. 99 keer is dat ook wel het geval. Ja. Want anders zou je via organisch bijvoorbeeld naar binnen gaan. Of direct zou je gaan. Ook wat we nu zien is vaak dat mensen niet kijken. En ze zoeken de dealer X in Amsterdam. Zien in de AdWords die dealernaam staan en klikken erop. Juist, ja, dat zou kunnen. Dus dan kom je bijvoorbeeld via een portaal binnen die adverteert op die Ja, dat komt ook voor. Ja. Klopt. Is uiteindelijk niet de bedoeling. Maar het gebeurt wel. Ja. Ja. Maar het gros is inderdaad voor nieuwe klanten. En in ieder geval één ding weten we zeker. Ze kennen het telefoonnummer niet. Anders ga je niet naar de website toe om het telefoonnummer op te zoeken.
Dus wat gebeurt er vervolgens? Jij en ik zien allebei een ander telefoonnummer en we houden van allebei onze unieke data bij. Dus welk zoekwoord je hebt gebruikt, via welk marketingkanaal je op de website bent gekomen, welke pagina's je hebt bekeken. En vervolgens, op het moment dat jij belt, dan ben jij ook de enige die de telefoonnummer ziet, en kunnen wij die data vervolgens weer in Analytics en AdWords schieten. Ja. Marketeers gebruiken die data vervolgens weer om de website te optimaliseren. Dus oftewel, degene, de bezoekers die op de website komen, hoe gaan die door de website heen? En oftewel, welke informatie vinden zij belangrijk? Tot ze uiteindelijk tot bellen of een webconversie overgaan. AdWords is inderdaad, welke zoekwoorden leveren mij de leads op? En dat is de specifieke informatie die je krijgt als je de dynamische call tracking inzet. Dus dat je echte marketingkanalen kan optimaliseren. Dus als ik het goed begrijp, als ik geen dynamische call tracking op mijn website heb staan, terwijl ik wel verkeerd laat landen, bijvoorbeeld uit een AdWords campagne, wat op zich veel geld en kost. Klopt. Dan heb ik een kost per lead die misschien wel voor de helft minder kan of te vaak hoog is, juist, omdat je de telefonische lead niet meeneemt. Klopt. En het is zelfs zo dat wij hebben een onderzoek gedaan bij een vijftal klanten van ons. Daar mochten we in Analytics en AdWords kijken. En hebben we jaarlang teruggekeken wat de verschillen zijn tussen webconversies en telefonische conversies. Mm-hmm. En daarin zagen we dus ook dat 20% van de zoekwoorden, dus 20% van het budget, gaat naar zoekwoorden die alleen telefonische contactmomenten verzorgt. Yeah. Dus oftewel, jij als marketeer, als je geen inzage hebt in die zoekwoorden dat ze conversies zorgen, dan gaat de marketeer op een gegeven moment die zoekwoorden weghalen, want die denkt, dit levert niks op. Yeah. Dus uiteindelijk zorgt dat er dus voor dat je na verloop van tijd 20% minder leads krijgt. Terwijl je denkt dat je goed bezig bent, want webconversies gaat omhoog. Mm-hmm. Maar telefonie daalt met 20%. En dat zijn alleen maar van de zwart-witte verschillen. Dus oftewel echt wel of niet telefonisch. Maar je hebt ook nog een heel groot gedeelte wat zowel web als telefonie verzorgt. Yeah. En als en het percentage telefonie kan er net voor zorgen dat je wel weet dat een zoekwoord nog uit kan qua budget. Mm-hmm. En dat betekent dus dat je echt je optimalisatie 100% op basis van daadwerkelijke resultaten kunt doen. En anders ga je misschien verkeerde beslissingen maken, waardoor je juist minder leads krijgt, terwijl je dat niet weet, omdat je dat niet meet. Maar nu is er een ben ik een dealer van X, zeg maar, en ik heb een 2500 bezoekers per maand. Die bezoeken 4-5 pagina's. Ja. Gaat dat niet in de papieren lopen qua en de kosten om op elke pagina dan een ander telefoonnummer te serveren? Nee. Wij zeggen ongeveer dat wij maximaal 1% van het marketingbudget call tracking kosten zijn. Mm-hmm. Dus oftewel, wij zeggen ook, kan je door die 1% minder bijvoorbeeld aan een AdWords budget uit te geven, maar dat aan call tracking in te zetten, die 99% beter optimaliseren. Mm-hmm. Nou, alleen al door die 20% van de zoekwoorden die anders weg zou halen, heb je dat daarmee al 19% terugverdiend. Yeah. En onze kosten zijn zo juist opgebouwd dat we ook het op die manier kunnen berekenen van oké, wat zijn de kosten versus van call tracking ten opzichte van het AdWords budget. Yeah. En wij zorgen er gewoon voor dat er genoeg telefoonnummers beschikbaar zijn, dat alle de techniek goed ingeregeld is. Dus daar hoeven daar zit er niet hele grote variabelen in. Want de prijs is gewoon per 1000 bezoekers die naar de website toe gaan. Yeah. Maar jij schiet ook als die conversie dan plaatsvindt, je schiet een conversie in Analytics als zijnde een lead. Ja, klopt. En ook naar AdWords, waardoor ja, die klopt. Oké, daar hoeft de dealer dan niks aan te helemaal gaan doen. Niks. Of dat regen jullie? Of ja, eigenlijk door de samenwerking met deze twee die het gesprek beoordeelt, hoeft de dealer helemaal niks te doen. Het enige, ze nemen gewoon de telefoon op zoals ze dat altijd opnemen. Yeah. Ze zien in het scherm hetzelfde telefoonnummer als dat ze anders ook zouden zien. Mm-hmm. Alleen wij zorgen voor een stukje doorschakeling. Yeah. Waardoor wij de data in Analytics en AdWords kunnen schieten. Yeah. Dus juist de dealers merken er niks van. Maar de marketeers hebben wel de data om de optimalisatie te kunnen doen. Maar nu hebben we het over data, nu hebben we het over beoordeling. Nu hebben we allemaal over dat soort zaken. Hoe zit dat met wetgeving, met die nieuwe wetgeving? Is jouw systematiek daar al op voorbereid? Ja. Wat voor aanpassingen heb je gedaan of moet je nog doen daarvoor? Het enige wat wij daarvoor hebben gedaan, is dat wij bepaalde onderdelen wat wij bewaren. Dus hebben bijvoorbeeld het IP-adres, telefoonnummer. Hiervoor bewaarden wij dat altijd voor
een onbeperkte duur. Omdat dat eigenlijk dat ook niet hoefde te wijzigen. En nu moeten wij de data mogen we alleen maar bewaren voor de duur dat ook dat wij de data nodig hebben om ook de analytics te schieten en de adverts te schieten of een vergelijking te maken. Ja. Dus als voorbeeld, wij moeten bijvoorbeeld de telefoonnummer altijd 3 maanden opslaan, omdat wij terugkerende bezoekers niet naar analytics willen schieten. Ja. Nou, cookie looptijd in analytics is 3 maanden. Dus vandaar dat we dus bijvoorbeeld dat soort data 3 maanden moeten bewaren. Anders werkt onze software niet goed. Nee. En om je software goed te laten werken, mag je dan ook gewoon dat 3 maanden bewaren. Ja, maar dat zou ook 6 maanden kunnen zijn op het moment dat de software beter werkt. Mits je het maar omschrijft. Klopt, en mits het inderdaad gewoon maar nodig is om de software goed te laten. IP-adressen hebben bijvoorbeeld bepaalde IP-adressen. Ik noem maar wat vanuit China die heel veel aanvragen doen. Die blokkeren we en die mogen oneindig bewaren. Ja. Omdat anders onze software minder goed werkt. Ja. Ja. Okay. En dat was AdCos. Nu heb je nog een ander bedrijf en dat doet AdWords? Ja, klopt. Ja, dat is Elevate Digital. Ja. En wat we daarin doen, dat is dus het bouwen van websites, het optimaliseren van AdWords-campagnes, social-campagnes, SEO. Dus eigenlijk een online marketingbureau. En daar vandaan is dus ook dus call tracking ontstaan, AdCos. Ja. Wat zijn nou de duurste zoekwoorden in Nederland per klik? Nou, dat is voor zover ik weet, ja, dat zal nog steeds denk ik wel de advocatuur zijn. Ja, en wat betalen die per klik? Nou, daar heb je volgens mij wel prijzen van €20 per klik. Per klik? Ja. Die kunnen ook bouncen? Die kunnen ook bouncen. Daarom vragen ze ook zulke uurtarieven. Ja, ja. Nee, ja, maar dat zijn wel serieuze bedragen. En dat zijn dus ook, of verzekering is ook zo'n tak, waarvan ze eigenlijk zeggen, de kost per lead kan niet meer uit. Het kost gewoon zoveel geld om een lead te vergaren. Ja. En vandaar dat ze dus ook zeggen van, we moeten alles meten, waaronder ook telefonie. Dus ook al is telefonie misschien 30% ten opzichte van 70% web. Ja. Ze moeten hem rond hebben om überhaupt te kunnen verantwoorden wat een ja, want als die 30% in 70% van de gevallen en het converteert tot een deal. Ja. Ja, dan kan het opeens wel uit. Klopt. Ja. Ja. Klopt. Dus ze moeten dat nu inzetten om uiteindelijk gewoon zelfs te rechtvaardigen wat hun marketingbudget, dat ze hun marketingbudget mogen uitgeven. Want op een gegeven moment kan het gewoon niet meer, kan het gewoon niet meer uit. Dus zeker niet bij dat soort bedrijven die gewoon te veel geld hebben en ook behoorlijke marges hebben en hele heftige concurrentie is. Ja, ja, dan moeten ze het wel. Maar dan als je €20 per klik moet uitgeven, dan heb je ook marketing specialisten nodig die data fetischisten zijn of wat dan ook. Klopt. Die daadwerkelijk snappen wat er gebeurt. Hè? Klopt, ja. Ja. En iedere. En een website die een beetje geoptimaliseerd is. Voor €20 per klik. Ja, die moet optimaal zijn. Ja. Ja. En je ziet dus ook wel dat AdWords-campagnes, die worden eigenlijk ook wel altijd goed geoptimaliseerd. Want of ze hebben het zelf in huis, of ze hebben een online marketingbureau die het optimaliseert. Maar ik denk dat het stukje, ook binnen automotive, het stukje website optimalisatie en een goede website neerzetten, daar nog wel ruimte tot verbetering. Nee, goed, daar kunnen we een boek over schrijven hoe beter dat nog kan in een wereld van 2018. Ja. Ja. He, dan denk je ook, he, maar als je dus nu kijkt naar de big spenders binnen de automotive, he, als je ziet naar de website wij en kopenauto's.nl, je gaat terug in het jaar 2000. He, qua website. Ja. Maar de marketing maakt zoveel goed op dat punt. Ja. Om maar bezoekers naar die website te leiden. Dat ze denken dat het aan de website ligt. Maar dat ligt het natuurlijk niet. Het ligt aan marketing. Maar sommige dealers en voornamelijk importeurs zouden zich wel eens achter de oren moeten krabben of hun mindset en hun visie wel de juiste is om dealers te verplichten om een website van hun af te nemen. Ja. Die op een hoofdkantoor is ontwikkeld 4 jaar geleden. Ja, met de wijsheid van toen. Ja, klopt. En daar zou jij met jouw bedrijf nog best wel wat schade aan kunnen aanbrengen. Ja, dat klopt. En ik denk ook dat daar, wat je volgens mij ook wel vaak ziet, maar dat zal jij beter weten, is dat ze daarnaast ook nog een eigen persoonlijke website hebben. Ja. Omdat je toch ziet, ook vanuit SEO, dus om organisch goed gevonden te worden. Maar ook gewoon, iedere klantengroep is toch anders. Je hebt net je eigen, je persoonlijke verhaal weer erin kwijt. Ja, en dat kan toch moeilijker met die standaard website. Het is voor de grote meute gemaakt en niet voor de persoonlijke doelgroep hoe je hem wilt inkleden. Ja. Maar even nog over die €20, hè? Want dat fascineert me wel. Hè? Krijg je ooit wel eens een bedankje van Google of niet? Voor die €20? Nou, voor die €20 niet, maar wel voor. Nee, we gaan nog wel eens naar Google toe. Okay. Ja, naar Ierland. Ja. Hey,
voordat je antwoord geeft op de volgende vraag. En dat is: wat is jouw persoonlijke marktplaatservaring? Graag nog wat aandacht voor onze sponsors. Autodata Nederland. Beter taxeren, inkopen en verkopen? Dat krijg je voor elkaar met Autodata. Eigentijdse applicaties voor automotive professionals. Kijk voor meer info op www.autodata.nl. LEF, het lead management systeem van You Name It, waarbij al uw leads in één systeem kunnen worden opgevolgd, helpt u op weg van lead naar deal. LEF is vernieuwend, verrassend en compleet. Door haar koppelingen met vele automotive leadbronnen en het eenvoudige management dashboard heeft u real-time inzicht in uw volledige leadproces. Uw leadproces volledig onder controle? Kijk dan op datislefhebben.nl. Marble Digital Marketing Solutions is het online marketingbureau voor de autobranche. Wij bouwen data-driven websites op een platform dat volledig is geoptimaliseerd voor gebruik binnen de autobranche. Door vele koppelingen zijn wij in staat om een naadloze integratie van online naar offline te realiseren voor u en uw klanten. Een hogere conversie via uw eigen website? Voorzien van geavanceerde techniek en functionaliteiten? Tegen een vaste fee per maand zonder hoge eenmalige investeringen? Dan bent u bij Marble aan het juiste adres. www.marble.nl. Wij helpen bedrijven in de mobiliteitsbranche bij al hun verzekeringen, financieringen en rechtshulp. Onze missie? Onze klanten nog succesvoller laten ondernemen. Als onderdeel van BOVAG bestaan wij voor en door de mobiliteitsbranche. Anders dan andere partijen vinden wij het dan ook belangrijk om de branche sterk te houden. BOVEMEI. Samen vooruit. Jeff, jouw persoonlijke marktplaatservaring, wat is dat? Nou, de meest recente ervaringen. Ik ben natuurlijk net vader geworden. Ja. En mijn vriendin, die houdt echt van marktplaats. Dus ja. die heeft. Ik denk dat we de helft van alle spullen op marktplaats gekocht hebben. Ja. En dat gaat van een wipper waar hij de hele dag in zit. Tot. Ja. Wat hebben we daar nog meer op gekocht? Een box hebben we daarop gekocht. Ja. Mijn vriendin vindt het heel leuk om alles oud. Dus ja. Oftewel 50, 60 jaar oud. Dat vindt zij leuk. Dus de box, het bed, die hebben we daar gekocht. Dat is echt heel veel. Ja. Ja. En zeker juist ook. En mijn vriendin A vindt het mooier om alles authentiek te doen. Maar B... BNB helemaal. Je gebruikt het een paar maanden en je kan het weer verkopen. En je kunt het weer verkopen op juist, marktplaats. Ja. Ja. Hey, nu ben je al een aantal jaren ondernemer, hè? Hoe lang ben je nu ondernemer? 7 jaar. 7 jaar. Ja. Als je nou terugkijkt op de afgelopen 7 jaar, wat is nou jouw grootste beslissing geweest waarvan je zegt van dat had ik nou niet moeten doen? En waarvan wij kunnen leren? Wat voor mij mijn grootste leerpunt is geweest, we hebben op een gegeven moment hadden we 4 bedrijven. Dus oftewel, we hadden het Elevate, het online marketingbureau, Adcalls, we hadden de Dutch Church Awards en we hadden ook Magento bureau daarnaast. Ja. En op een gegeven moment waren wij zo druk met alle 4 de onderdelen, dat we eigenlijk juist geen focus meer hadden. En dat was wat voor ons in ieder geval echt niet werkte. Toen hebben we op een gegeven moment gezegd... Oké, Magento Bureau, dat is hetgeen waar het meeste tijd nog in moeten stoppen. En ook wat we het minst leuk vinden om te doen. Dus die hebben we op een gegeven moment afgestoten en zijn we mee gestopt. Ja. En Tamer, mijn compagnon, die is dus nu heel druk met Elevate Digital. Ik met Adcalls. En gezamenlijk, en dat is alleen een evenement wat 1 keer per jaar is... doen we nog de Dutch Church Award. Maar dat is voor ons wel het grootste leerpunt geweest. Dat je echt focus moet houden. Tot het begin deden we het ook nog beide. Dus deden we samen Adcalls en samen Elevate Digital. Ja, ja, ja. En ook dat werkt niet. Je moet gewoon allebei wel gezamenlijk... Juist. Ja. En daar je verantwoording voor nemen, durven nemen. Strategie erop loslaten. Daar de hele dag door over nadenken hoe je dat het beste kunt doen. Mm-hmm. En niet een beetje half van beide. Dus dat is wel echt voor ons het grootste leerpunt geweest. Ja. En soms moeten we nog steeds hebben we weer een idee. En denken, oké, gaan we dat doen? Maar dan moeten we ons weer terugroepen van nee...
dit moeten we vasthouden, dit moeten we groter maken. Dat is wel voor ons echt het grootste leerpunt geweest. Dus focus als het leerpunt. Ja. En wat heb je nou in de afgelopen 7 jaar echt goed gedaan waarvan je zegt, nou, daar ben ik echt wel fier op. Behalve het ondernemer zijn zelf. Of vader worden. Ik denk dat wij wel binnen ons bedrijf ook altijd het persoonlijke dus hebben erin gehouden. Mm-hmm. En dat we altijd met plezier, dat vragen we ook aan ons personeel, dat doen we ook met sollicitatiegesprekken. We verwachten dat je weet wat je waar naartoe wilt en dat je er vol voor gaat. Mm-hmm. En dat je met plezier naar je werk gaat en dat je het anders niet moet doen. En ik denk dat daar het meest trots op zijn. En ik denk ook dat dat ook wel een onderdeel is. Dat we gaan bijvoorbeeld ook vanavond weer met beide bedrijven gaan op wintersport met z'n allen. Juist het persoonlijke erin houden, dat vinden wij belangrijk. Is het ook moeilijk voor je nu in Amsterdam zit om mensen te krijgen? Nou, je hebt natuurlijk een hoop concurrentie hier. Klopt. Ja, en op zich valt het bij cold tracking nog wel mee. We hebben wel een uniek product, waardoor het nog wel te doen is. Maar we zijn nu inderdaad wel op zoek naar accountmanagers. En daar hebben we echt wel heel veel gesprekken voor gevoerd. We hebben het nu team compleet. Yeah. Maar daar ook vanuit zelf dat we niet te snel iemand aan willen nemen. Nee. Die ook dus weer binnen die groep past en anders niet. Dan wachten we liever een maandje langer. Maar het is wel echt pittig, ja. Ja. Hey, de online automotive verandert snel. Wat zijn nou dingen waarvan je zegt, daar zouden autodealers echt beter in kunnen excelleren, behoudens waar we het voor de pauze over hebben gehad, de website zelf. Maar wat zouden ze nou echt anders kunnen doen op marketinggebied, leadopvolging, wat dan ook? Nou, ik denk dus vooral, en dat zijn ook een beetje inzichten die ik natuurlijk heb gekregen via jullie, dus het beoordelen daarvan. Maar dat is juist echt die lead-opvolging. Dus juist echt op het moment dat er een proefrit is geweest, juist ook het terugbellen. Dat merk ik nu zelf ook. Ik ben geweest, maar ik ben eigenlijk nooit meer teruggebeld. Of ik weet eigenlijk niet. Dus de juiste opvolging, als eenmaal contact is geweest, hoe zorg ik ervoor dat die uiteindelijk wel gewoon de auto gaat kopen bij jullie? Maar dat is meer mijn persoonlijke ervaring wat ik dan nu heb. Ja. Waarvan ik denk, nou, daar zou nog wel ruimte tot verbetering moeten zijn. Ja. Ja. En wat vind je hoe dealers autobedrijven doen op social media? Is daar behoefte aan? Durf ik niet te zeggen. Nee, durf ik niet te zeggen. Ik weet ook eerlijk gezegd niet. Zelf doe ik ook niet heel veel met social media. Dus ik zou het niet weten. Nee. Nou ja, het zou in jouw vakgebied helemaal niet zo raar zijn als jij er wat meer mee ging doen, overigens. Nou ja, ik weet de technieken, ik weet hoe het werkt. Maar ik beoordeel, juist de software beoordeelt het objectief. Ja, ja. Ik zelf hoef het niet te doen. Okay. Hey, hoe kunnen mensen met jou in contact komen? Willen ze meer weten over jou, jouw bedrijf en in contact komen over de producten die je verkoopt? Ze kunnen uiteraard bellen. Ja, dat uiteraard. Kan. Ja. Dat is, als we gewoon adcalls.nl gaan, daar staat het telefoonnummer. Ja. Ik denk dat het makkelijkste is. Ik kom graag ook gewoon persoonlijk in contact en ben ik gewoon ook benieuwd naar wat hun behoeften zijn of waar zij juist nog vragen hebben. Ja. Om daar vandaan daaruit verder te kijken, afspraak te maken en te kijken wat adcalls voor interessant is. Ik denk ook voor importeurs die dealerwebsites dan door de strot heen duwen van de dealer, dat het daar wel heel relevant is. Dat hun ook moeten willen weten hoe vaak wordt er nou gebeld op zo'n ding. Hè? Klopt. En we merken ook wel dat daar, zeker ook binnen automotive, wel wat meer aandacht voor is. Nou, en dat is natuurlijk, daar zorg jij ook voor. Maar dat is wel, je merkt wel dat daar een doorontwikkeling in is. Je zult samen op de paard moeten springen. Ja. Hè, om dat veel breder neer te zetten. Ja. En Jeff, dankjewel. Dankjewel voor de komst naar de DCW-podcast. Ja. Ik hoop dat onze luisteraars meer weten over cold tracking, over de mogelijkheden. En willen ze meer weten over cold tracking, kunnen ze altijd contact opnemen met AdCalls of met de DCDW. Ja. Voor zover dankjewel. En voor de luisteraars tot volgende week voor een nieuwe aflevering van de DCDW-podcast. Naar Digital Car Dealer Workshop, de podcast. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending met wederom een interessante gast en boeiende onderwerpen. Kijk voor meer informatie en de notes van deze uitzending op www.dcdw.nl/podcast. En wilt u meer weten over DCDW? Kijkt u dan op dcdw.nl. De DCDW-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Marktplaats, Marble, Autodata Nederland, you name it, en